Ja, en u kijkt nog steeds naar cultuur in actie. En mijn naam is Richard Groenendijk, tot het eind van deze avond. Ik ga er even uit trouwens, straks om 9 uur. Want dan zit hier niemand minder dan minister van Engelshoven in gesprek met Frank van der Linden. In principe blijf ik tot het eind van deze avond verder uw host. En bij mij aan tafel, ja, Marjolein Spijkers. Het is heel erg met je collega en ik heb hier een ander Hans ding. Jong. Ja, Hans Jong, neem me niet kwalijk. Hi. Marjolein, jij bent actrice. We kunnen jou kennen van Mrs. Einstein. Ja. Maar jij bent ook stemacteur. Klopt. Ik dacht toen ik, toen ik las over jullie, dacht ik, oh ja, dat is waar natuurlijk. Tekenfilms, daar staan we helemaal niet bij stil. Nee. En als er nou iets aan de basis van je culturele vorming als kind ligt, dan zijn dat volgens mij wel tekenfilms. Ja, dat klopt. Want ligt die branche nu stil? Nou, het heeft een tijdje stilgelegen, wegens veiligheidsmaatregelen, maar ook omdat er geen producties meer gemaakt werden. Je hebt zeg maar animatie, ja, hè, getekende dingen, maar wij dubben ook live action, noem je dat, met echte acteurs. Ja. En die series worden natuurlijk op dit moment niet opgenomen. Nee. Dus jij, Hans, zit ook met minder werk in ieder geval. Zeker, ja. Ik heb 2 maanden eigenlijk helemaal geen werk gehad. En nu sinds kort is het weer rustig aan begonnen. Ja. Met wat extra veiligheidsmaatregelen om het allemaal veilig en werkbaar te houden voor iedereen. Ja. Maar ja, dat was wel even rustig, ja. En hoe wordt dat opgelost voor jou? Dat wordt niet opgelost. Nee, dus jij ik heb wel de Tozo aan kunnen vragen. Ja. Maar goed, dat op een gegeven moment houdt dat ook op. Ja. Als dit nog langer duurt, hoe zie jij je toekomst dan als technicus? Dan zal ik me toch moeten gaan verbreden. Dan kan ik niet alleen binnen dit vak werken, maar dan zal ik het misschien breder moeten trekken naar ook live technicus voor bands, als dat tenminste weer. Ja, dus dat doe je ook wel vanuit de zaal? Nee, nu niet eigenlijk. Nu niet. Maar dat is dan misschien. Nee, maar normaal gesproken zou je daar ook wel inzetbaar kunnen zijn. Ja, in feite wel. Marjolein, zijn er alternatieven? Is er iets wat je zelf kan doen om iets op gang te brengen? Je kan moeilijk gaan roepen naar Amerika, breng nog eens een filmpje. Zelf iets tekenen. Nee, maar er wordt natuurlijk steeds gezegd, jongens, wees creatief, verzin dingen. We hebben hier al verschillende initiatieven en mensen aan tafel gehad die ideeën hadden om het enigszins nog. Maar dit lijkt me een hele moeilijke sector. Nee, precies, want die producties komen inderdaad uit het buitenland en heb ik gewoon nul invloed op. En hopen dat het beter gaat. En ik werk in alle segmenten van het vak. Dus ik vertaal ook de scripts waar acteurs dan mee werken. En ik regisseer acteurs. Maar ja, het moet er wel zijn. Ja. Ja. Maar we hopen dat het gewoon. Kijk, we werken in principe voor tv. En tv gaat nooit op zwart, zeg ik dan altijd maar. Dus in die zin. Hopen we maar dat waar we het net over hadden, misschien nog niet eens zo verkeerd zou zijn. Dus een dagje of wat op zwart. Rust. Kijken wat het doet. Nee maar gewoon los van de rust. Nee, maar gewoon dat je dan merkt van hoe belangrijk eigenlijk. Nou, ik denk inderdaad ook dat in deze tijd en kinderen niet naar school en zo, dat ze ontzettend veel naar die tekenfilms hebben gekeken, naar Netflix en noem maar op. En hoe belangrijk dat is. Ik weet niet of jij nog iets weet uit je jeugd. Waar je mee bent absoluut. Nou, nee, ik ben opgegroeid met Barbapapa. Nou, precies. De Fabeltjeskrant, wat in feite natuurlijk een poppenserie is. Maar er zitten natuurlijk ook stemmen Dat noem je ook animatie. Ja. Wat had je? Niels Holgersen. Oh ja. Dat was fantastisch. Vrouwtje Theelepel. Ja. Dat was mijn tijd. Maar hoe mooi is dat? Daar groei je dus mee op. En dat vormt je echt. Dus het is echt wel een belangrijk vak wat wij doen. Dat wilde ik even laten. Ja, want dat is eigenlijk. Waarom zit je hier? Waarom vind je het zo belangrijk, Hans, dat jij hier zit? Nou ja, je brengt kinderen, krijgen normen en waarden mee vanuit die series. Ze leren met sommige ligt een beetje aan de serie. Ligt zeker aan de serie. Want ik zie soms wel eens iets voorbij komen 's ochtends. Ik denk, jongens, kan dit af? Is dit nee, dus sommige dingen. Ja, precies. Maar nee, het meeste. Over het algemeen, ze steken iets op. Ze leren tellen. Ze leren misschien spelenderwijs lezen en schrijven. Ja. Maar het is ook vermaak. Het is ook nu voor de ouders in coronatijd, denk ik, heel prettig dat er fijn materiaal is voor hun kinderen om naar te kijken. Ja. Want zonder tv zitten die ouders dan natuurlijk wel helemaal. Als je thuis moet werken nu met kinderen. En dan hoorde ik van de week iemand zeggen, ach, maar tekenfilms zijn er genoeg gemaakt door de jaren heen. Gooi er gewoon een herhaling op. Er is natuurlijk wel heel erg veel. Dat kan, maar sommige dingen zijn echt gedateerd. Dat kan gewoon niet meer. Dus. Want hoe zit dat eigenlijk? Ik vraag me dat af, hoe zit dat met rechten? Als bijvoorbeeld een serie die jij 10 jaar geleden hebt ingesproken nu herhaald wordt. Krijg jij daar dan geld? Nee, dat is best wel slecht geregeld. Ja, daarom zijn we ook aangesloten bij een vakvereniging. Geen vakbond, maar een vakvereniging. Samen één stem. Ja. En dat is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de nasynchronisatie. Dus ook techniek, voice-overs, luisterboeken, denk daar eens aan. En grote bedrijven als Netflix, die betalen gewoon niet aan de makers uit. Nee. En daar is onze vereniging voor, om daar sterk voor te maken. Niet wettelijk is vastgelegd, nog. Nee. Daar wordt dus door Samen en Stem onder andere hard aan gewerkt. En de creatieve coalitie. Dat zou wel moeten eigenlijk. Dat zou zeker moeten. Dus in alle andere landen is dat ook zo geregeld. Ja. Want hoe zit dat even een kleine zijsprong maken met reclame? Want reclames zullen ook minder worden gemaakt nu. Want de zendtijd voor reclames wordt ook minder. Ook.
blokken ja, het is vooral, worden korter. Ik vind het echt een wonder hoe jullie dit hier voor elkaar krijgen. Dit is ongelooflijk. Dit is gewoon een logistieke... Dit is niet normaal. Dit gaat een prijs winnen, dat kan niet en anders. En het geheel belangeloos, hè, iedereen. Ja, echt fantastisch. Althans, ik heb tot nu toe nog een doosje bonbons gekregen. Jij krijgt toch steeds water? Ik krijg steeds water en bonbons, dus ik vind het helemaal geweldig. Dus, nee, vind ik echt ongelooflijk. Maar inderdaad, een heleboel dingen... Of, kijk, mensen zitten nu ook nog in een fase dat ze aan het uitvinden zijn van hoe dan wel. Ja. Dus er zullen heus wel weer dingen gebeuren. Maar het is gewoon nu even kijken van wat kan wel, wat kan niet. En jullie zijn een geweldig voorbeeld. Kijker kan het niet zien, maar ja. Nee, dat, nou, dat, ja, dat is echt fantastisch. Dit is geweldig. Hey jongens, fantastisch dat jullie even je verhaal hebben willen doen. Voor hoeveel mensen, want daar ben ik wel benieuwd naar, die hele sector van jullie. Voor hoeveel mensen gaan jullie hier je handtekening zetten? Nou, wij doen alleen tekenen voor mensen die... Wat Brabants, we doen alleen tekenen. We gaan alleen tekenen voor de mensen die bij Samen in Stem zijn aangesloten. Even oproepje. Ben je werkzaam in de nasynchronisatie? Sluit je aan bij Samen één stem. Is echt heel belangrijk. Maar de mensen die nu aangesloten zijn, dat zijn er 160 en daar tekenen we voor. 160 mensen, maar er zitten de technici wel bij ook. Ja, ja, ja. Wie van jullie gaat er tekenen? Mag ik dat? Nou, ga jij tekenen. Ja, dat is meestal, ja. Ach, ze mogen, ik hoor hier net op mijn oortje, laat ze allebei tekenen. Hey. Ja. Fijn, nou dank je wel voor Hemmingus. Nou ja, geweldig dat je wilde komen. Helemaal uit het Amsterdamse, denk ik. Nee, Utrecht. Utrecht? Oh, het is een thuiswedstrijd. Je bent de step. Helemaal goed. Nou, ga lekker tekenen. Dank je wel. Bedankt. Ja, dan hebben wij met...